Ja, de bekerfinale, vrienden. Ja, ja, maar ik ga één ding alvast vertellen. Hoe dat zit met clubs die elkaar in een korte tijd steeds tegenkomen. En dan spelen ze tegen elkaar. Er zit soms daar maar een week tussen. En dan zal je altijd zien dat de ene club wint dan wedstrijd 1 en de volgende die wint dan wedstrijd 2. Real Madrid, Barcelona, pas geleden hebben we gezien. Ja, ik bedoel, Barcelona wint in Madrid. En toen kwam Madrid naar Barcelona en die wonnen daar gewoon met 4-0. En Ajax Feyenoord hebben we het ook gezien. Ja, Feyenoord won in Amsterdam. Ja, en toen kwam Ajax naar de Kuip. En hup, en dan won Ajax voor de beker. En dat was in korte tijd. En dat zie je meestal. Het is nooit een club die twee keer achter elkaar wint. Nee, nee. En met PSV en Ajax heb ik dat gevoel ook een beetje. Want nu heeft PSV dan gewonnen met 3-0. En dan denk ik, ja, dan zien ze elkaar weer heel kort daarna dan nu in die bekerfinale. En dan denk ik bij mezelf, volgens mijn logica, Ajax gaat gewoon winnen. En dat denk ik dan ook. Ja, maar vrienden, wij vragen het natuurlijk altijd weer. Ja, jullie zaten er natuurlijk op te wachten. Oh, ik heb het een beetje vies gemaakt. Maar goed, we zien het nog staan, hè. PSV en Ajax. De eieren, ja natuurlijk. De eieren die gaan spreken. De eieren gaan ons vertellen dan. Maar ik denk dat deze eieren, dat die mij wel volgen. Ik denk dat de eieren het wel met mij eens zijn. Dat Ajax gaat winnen. Het kan bijna niet anders. Want dit, ja, die hebben eigenlijk, ja, ja, zijn heel slim, hè, die eieren. Nou, daar gaan we. Zijn we er klaar voor, vrienden? We knippen niet, dat weten we. Het gaat gewoon om ei dat stuk gaat verliest, hè. Dat weten we toch, hè. Ja, ja. Nou, daar gaan we dan. Ajax, PSV. Wat een spanning. Wat zeggen de eieren? 1, 2, 3, boom. En stuk is PSV. Ja, ik zei het toch? Ja, de eieren zijn het met mij eens. Ja, 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 ja. Dus het wordt gewoon Ajax. Ja, nou willen jullie nog zien, natuurlijk, of dit ei dan niet hard gekookt is. Nou, dan moet ik dus de camera deze kant op zetten weer. Hoppatee, daar gaan we dan. Hier. En dan laat ik het zien. Hier zie je het. Hier zie je het. Even kijken. Hier, daar staat Ajax op en je ziet het. Ja, hier. Oh god, wat een toestand. Kijk, hup. Kijk, kijk. Je ziet het, hè. Ja, hier is stuk. Nou, hè. En dan krijg ik weer allemaal van gekookte eieren, noem maar op. Nou. Vrienden, dit was het. We weten het. Ajax wint de bekerfinale.